Dames en heren, goedemorgen en allemaal hartelijk welkom hier in Zaal de Hei op ons eerste koffieconcert. Alvast bedankt voor de belangstelling die u hiermee toont. De belangstelling is overweldigend voor ons, de zaal lekker gevuld. Dus het kunnen een paar gezellige uurtjes worden. U hoorde zojuist de eerste nummers van onze eigen muziekappel. En dan is het nu een groot moment, zeker voor de leden van de muziek. Het bestuur, en dat was een redelijke aantal namen wat ingestuurd is. Het bestuur heeft een aantal namen daar uitgekozen, uiteindelijk 4. En toen is blind aan de leden gevraagd, wat vinden jullie daarvan? Iedereen kon dus een kruisje zetten, wist niet wat een ander gedaan had. En uiteindelijk is er een naam uitgekomen en wij hebben gevraagd aan iemand om dat uit te beelden. Dat is gisteren klaargekomen en op verzoek van Harry Lange zal het jongste lid van de muziek het voorrecht hebben om de naam te mogen onthullen. En ik wil vragen of Mirjam van Avezaar, onze jongste leerling, of dat die naar voren wil komen en misschien wil Piet een handje helpen zodat het goed gaat om het vraagteken weg te halen. Eén, twee. Muziek Kapel Vicinia Vianen. Vicinia Vianen. Wat betekent dat, zullen natuurlijk een aantal mensen vragen. Er zijn mensen geweest die hebben het boekje 50 jaar Vianen erop nageslagen. Waar komt Vianen nou vandaan? En daarin komt het woord Vicinia voor. De betekenis die de makers van dat boekje toen hebben gevonden is wijk. De inzender van de naam, en dat onderschrijven wij als muzikanten, is van mening dat het dorp Vianen een zelfstandige wijk is van de gemeente Kuik. En hij heeft dat tot uitdrukking willen brengen in een naam voor onze muziekkapel. Vicinia betekent dus eigenlijk de wijk, de dorpskapel van Vianen. En wie is dan die inzender? Want daar hadden we een cadeautje, een waardebon voor. Jan van Elst. Niet te ver weer in stukjes te knippen.